Yo gangsters, what up? Joost hier en vandaag heb ik voor jullie een Draw My Life. Op donderdag 9 mei staat Joost Klein namens Nederland op het Eurovisie Songfestival in Malmö. Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy? Wie is die man? Wie is Joost Klein? Joost Klein, doe de point. Joost Klein. Aflevering 2 van Joost Klein doet de point. Vorige keer hadden we het over Joost als muzikant, als marketeer en als moshpitmagier. Vandaag gaan we verder met 3 nieuwe punten en zo komen we in 4 afleveringen uiteindelijk bij die vurig gewenste doet de point. En dat doen we zoals elke keer weer vanaf de redactie van de Leeuwarder Courant met de trotse Friese pop- en cultuurjournalist Jacob Haagsma. Altijd trots. Heel goed. Fijn dat je er weer bent. En vandaag is daarbij aangeschoven columnist en verslaggever Wieberen Elverdink. Welkom Wieberen. Ja, dankjewel. Hallo. En voor de goede orde, mijn naam is Willem-Peter Meeuwissen. De 3 zijden van de veelzijdige Joost Klein die vandaag voorbij komen zijn de YouTuber. We spreken onder andere met content creator Jesse van Wieren over de absurde filmpjes van Joost. De schrijver, recensent Koen Schouwenburg, buigt zich over Joost dichtbundel en zijn korte verhaal. En de netwerker. We gaan de vriendenclub rond Joost een beetje in kaart brengen. Eerst maar eens even wat recht zetten. Tenminste, als dat nodig is. Waar is hij nou geboren, Joost? Nou, ik dacht... de vorige keer zei ik dus dat hij in Britsum geboren was. Dat dacht ik. Maar ik let het op de achterkant van dit boek van Joost, Albino, waar we het zo nog over gaan hebben trouwens. Daar staat bij Leeuwarden, 10 november 1997. En wat gedrukt is waar. Wat gedrukt is waar, dus ik trek mijn opmerking van vorige week in. Okay. Rechtgezet. Wieberen, 9 jaar geleden was Joost hier te gast bij jou op de redactie. Was het niet logischer om hem thuis op te zoeken eigenlijk? Ja, dat had ook gekund en dat heb ik ook wel gedaan. Maar hij was niet thuis. Hij woonde toen bij zijn broer of zus. Ik heb een briefje in de bus achtergelaten van neem contact met me op. Heeft hij gedaan en kort daarna kwam hij hier op de redactie en heb ik hem gesproken, geïnterviewd. Ja. En we gaan het er zo over hebben. Maar nog even over de kop boven dat interview. Jeugdidool in de parallele wereld stond er. Wat bedoelde je daarmee? Ja, klopt. Nou, in die tijd, we spreken over september 2015, keek iedereen eigenlijk nog vooral lineaire televisie. YouTube was wel in opkomst, maar was nog een beetje een schaduwwereld waar heel veel gebeurde, waar heel veel naar gekeken werd, maar niet door de mainstream media en niet door de volwassenen, zeg maar. Oké, nou zoals gezegd, we gaan het er zo verder over hebben. Maar laten we eens eerst gaan kijken, tussen aanhalingstekens, naar die filmpjes van Eenhoorn Joost op YouTube. Ik ben op bezoek gegaan bij de hedendaagse, het hedendaagse equivalent van de YouTuber. En dat is de TikToker. Kijk. Friesland, in Friesland. Woon net naar Stadskanaal of naar Callands Oog. Woon net naar Haarlem of naar... Dit is Jesse van Wieren uit Kollumerzwaag. Tegenwoordig een hele grote content creator op TikTok. Hij heeft meer dan 500.000 volgers en hij is al heel lang zeer groot fan van Joost. Van hem wilde ik graag een uitleg over wat voor filmpjes dat nou precies waren van Joost. En wat zijn band is met Joost. Nou, wat heb ik eigenlijk niet met Joost, denk ik. Ik denk ja, Joost is iemand die absurdistisch is, kunstig is, iemand die doet wat hij wil. Nou, Joost komt ook uit Friesland. Ik denk dat hij is opgegroeid in Stiens, Britsum, die kant op. Ja, je wordt al gauw opgevoed in een vrij nuchtere omgeving, denk ik. Het is al gauw vreemd als je bijvoorbeeld filmpjes maakt op YouTube. Ja. Of als je niet... bijvoorbeeld ik heb bijna nooit gevoetbald. Dus dat was dan ook al vreemd. En op de middelbare school ging ik mijn eigen weg. Ging doen wat ik zelf wilde. Ja, dat was vreemd. Dat was raar. Ik zat in een theaterploeg toen op mijn middelbare school. En ik zat niet op voetbal. Ja, dat vonden mensen vreemd. En dat is in Friesland misschien nog iets vreemder dan in Amsterdam. Ja, ik denk dat hier heel erg... vreemd is en dat in Amsterdam dat daar niet zo is. En ik denk dat Joost misschien wel een beetje hetzelfde heeft gehad. Dat hij op een gegeven moment begon met YouTube en dat misschien mensen wel dachten van, maar wat is dit nou ineens? Vooral omdat YouTube toen nog vrij jong was. Het was een vrij jong platform. Mensen wisten misschien niet wat YouTube was. Je had een paar bekende YouTubers, maar ja, mensen hadden niet het idee dat daar misschien inkomsten uit konden komen of wat dan ook. Dus dat was heel raar voor iemand van, ja... een jongetje uit Friesland. Ja, hij maakte hele absurde video's. Dus het was eigenlijk iets wat niet werd gedaan op YouTube. Hij nam je eigenlijk mee in een soort van leefstijl van hem. Of een soort van, ik neem je mee in mijn dag. Maar op een hele vreemde, maar hele grappige manier. Hij heeft een video gemaakt dat hij de 100.000 abonnees had behaald op YouTube. En toen ging hij net doen alsof hij een pakketje kreeg van het Deep Web. Wow, ik heb een pakketje gekregen van de Deep Web. Ik heb echt geen idee wat het is. Ik ben hier met mijn vriend, Mr. Skeleton. Spooky, scary skeletons. Laten we eens kijken. Oh, bubbeltjes plastic. Oh, oh. Hij eet de bubbeltjes plastic op. Oh. Wow. Veiligheidstip nummer 1. Bubbeltjes plastic is echt heel handig. Nou, dit is eigenlijk een beetje het begin van zijn video. Maar nou, wat ik zei over absurd en gek. Dit is knettergek. Ja, super grappig. Ik word er super vrolijk van. Ik zit hier ook met een smile op mijn gezicht. En als ik er naar kijk, ik kan deze video 10.000 keer opnieuw kijken. Ik vind het hilarisch. Die video's toen op YouTube waren gewoon... Hoi, ik ben dit en dit. En vandaag gaan we een ding unboxen. Of we gaan reageren op andere video's. Maar dat deed hij niet. Hij maakte een bepaalde soort act in zijn video. Een soort kunst. Het was ja, ik denk dat Joost een voorbeeld voor mij is geweest... in de trant van dat hij deed wat hij leuk vindt... En dat hij zichzelf was. En het klinkt heel cliché of heel erg... hoe zeg je dat? Dat het eigenlijk... Ja, jezelf zijn. Ja, dat heel jezelf zijn en blablabla. Bla, bla. Maar het is wel echt zo. Je kijkt naar iemand en dan denk je... Goh, oh, die is lekker zichzelf. Ja. En heel veel mensen zouden denken... Oh god, nou, een hele rare video. Maar ik dacht van... Hé, hij is zichzelf. Hé, dit wil ik ook. TikToker Jesse van Wieren. En Joost is een groot voorbeeld voor hem. Ja, jezelf zijn en authentiek zijn... dat is mogelijk in heel veel verschillende vormen tegenwoordig. Dat succes dat Joost toen al had... denken jullie dat dat daarmee te maken had? Ja, 100%. Ja, dat denk ik echt. Zeker. Ja, hij ging zijn eigen gang. Zijn video's waren echt heel erg origineel. Onberekenbaar. Je wist gewoon niet wat je kreeg. Hij postte toen enorm veel. In korte tijd heel veel video's. Elke was anders. Je had geen idee wat de volgende video's zou zijn. En voor wie maakte die het eigenlijk? Ik denk dat zijn publiek in die periode toch wel relatief jong was. Echt scholieren, middelbare scholieren, eind basisschool. Ik denk dat wel een beetje het gros van het publiek was. En kan je het vergelijken met wat influencers tegenwoordig doen? Ja, het is een beetje van hetzelfde laken een pak, denk ik. Het is een bepaalde vorm van media maken, van content maken. Die is ook een beetje zonder filter, hè? Ja. Ik weet niet precies hoe hij die filmpjes in die tijd maakte en hoe hij ze nu... Hij maakt ze nu niet meer, die YouTube-films. Maar weet je wel, vroeger was het wel, je moest in een krant komen, dan weer op televisie. En dan zat er een heel team, hè? Regisseur, eindredacteur, weet ik veel... chefs, hoofdredactie, nou, Wieberen klinkt zeer begrijpend. Maar die generatie, die middelen, TikTok en wel, daar zit dat niet tussen. En dus dat komt die authenticiteit echt goed. Als je dan van jezelf een sterke authenticiteit hebt, wat Joost heeft, ja. Dan kan je dus op dat relatief voor ons kleine podium doen. Maar dat kan je dus nu ook doen. En dat is eigenlijk, voor Joost zit daar een soort continuum in, zeg maar. Ja, klopt. Het is wel zo dat hij destijds schreef ik het ook in dat interview op. Hij wilde toen al van elk frame een meesterwerkje maken. Dus hij was heel erg wel bezig met wat hij aan het doen was. Dat lijkt heel random. Het lijkt heel willekeurig allemaal wat hij doet. Maar toch wist hij heel goed wat werkte en wat niet. Ja, nou heb ik al die filmpjes willen bekijken. En nou, ik was verbaasd. Het meeste was hij afgehaald eigenlijk. Ja, klopt. Ja, wel jammer eigenlijk, hè? Dat vind ik ontzettend jammer. Ja, waarom zou hij dat doen? Nou, omdat Joost nu een fase verder is misschien. Dat zou best kunnen. Ja, kijk, volgens mij hebben we de naam nog niet eens genoemd. Maar Eenhoorn Joost, hè, zo stond hij bekend op YouTube. Die naam gebruikt hij ook niet meer. Hij is er een beetje gedistanceerd van... Ook het YouTube hij is dus geen YouTuber meer... Ik denk dat hij dat een beetje wil uitstralen. Want die naam gebruikt hij ook niet meer. Dat het een beetje is. Maar in de spelonken van YouTube valt nog wel wat te vinden. Exact. Nou, een van de populairste video's van Eenhoorn Joost was Draw My Life. Daar las ik over. Die kon ik niet vinden. Maar die blijkt dus inderdaad in die spelonk te vinden. Een deel daarvan tenminste. Ik zal even een fragment laten horen waarin hij uitlegt hoe hij op het idee kwam om filmpjes te gaan maken. Hij heeft dan net verteld over hoe hij zijn moeder dood aantrof op de bank. Haar hart was er gewoon mee gestopt. Ja, En dit nu het dus net weer wat beter ging tussen mij en mijn moeder. Wederom stortte mijn wereld in en ik wist het gewoon even allemaal niet meer. Ik was heel erg droevig. Inmiddels wel mijn haar geknipt, een beetje Justin Bieber-style, kwam ik op een idee. Ik, het Pokémon-liefhebbende jongetje, kwam met een idee om het te uiten. Ik was altijd al van het schrijven en het tekenen en ik wilde filmpjes gaan maken. Zo gezegd, zo gedaan, heb ik mijn eerste video op dit kanaal Eenhoorn Joost gemaakt. Koffieleut, waarin ik ook een beetje als ninja gek dit voor de camera. Kaas, ja dat was de naam van ninja, helemaal geweldig. De nieuwe liefde in mijn leven was dus YouTube. In het begin heb ik heel veel haat ontvangen. Zelfs doodbedreigingen. Maar waar ik wel trots op ben achteraf is dat ik door ben gegaan en eigenlijk nooit een fuck heb gegeven. Ik reageerde altijd sarcastisch op comments van mensen die mij uitmaakten voor staatsmogol en met een en ander toewensen. En daar houdt het dus op met dat filmpje. Maar die haat waar hij het over had, dat verbaast me eigenlijk. Zo jong, zet je filmpjes op YouTube en dan krijg je haat. Ja, maar dat is overal waar je nek uitsteekt, waar je kop boven het maaiveld uitsteekt. En dat doet hij natuurlijk met nou goed, hele persoonlijke dingen, hele gekke dingen. Zeker op internet, op een platform als YouTube. Anoniem reageren is altijd makkelijk en altijd lekker. Dus ongetwijfeld dat hij daarmee te maken kreeg, zeker. Maar zijn schild was humor, schrijf jij. Ja, zijn schild was humor. Ik denk eigenlijk meer dan een schild. Ik denk ook dat het juist een wapen was om tegenstanders mee terug te slaan. Als je iemand inderdaad gewoon met een grap of met een sarcastische opmerking terug weet te meppen, dan sla je gewoon iemands wapen uit handen. Je neemt het niet serieus. Ja. Nou, dat heeft hij wel goed gedaan. Een leerschool. Ja, nee, absoluut. Absoluut. En dat is ook inderdaad wat hij aan het eind van deze video zegt. Het slot van die video is niet meer terug te vinden. Maar in mijn verhaal, gelukkig, heb ik dat nog wel eventjes voor de geest gehaald. Het is ook een les aan anderen. Doe wat je wil doen en no matter what, laat je niet uit het veld slaan. Door wat je ook overkomt, waar je ook mee te maken krijgt. Waar hij het in dat fragment over heeft, is zijn allereerste filmpje. En dat is wel leuk om even naar te luisteren. Ik ben Kaas en ik kom hier om de wereld te redden van zijn ondergang. Jij mag die koffie niet drinken. Als jij van die koffie drinkt, zal jij doodgaan. Dus doe het niet. Leuk hè? Ja. Nog net niet de baard in de keel of nog lang niet de baard in de keel. Maar dat is het enige fragment. Hij was 10 jaar en hij had 7 likes. Dus hij stond helemaal aan het begin. Ja, klopt. 2015 hadden we het over. Was hij hier op de redactie en jij sprak met hem. Jij sprak ook met hem over zijn populariteit. Wat zei hij daarover? Ja, nou ja, goed. Hij was natuurlijk op zich toen echt al wel aan het groeien. Ik heb eventjes de cijfers erbij gepakt. Maar op dat moment had hij, en dan hebben we het dus over september 2015... 158 video's gepost. En 87.800 abonnees. Wat op dat moment natuurlijk heel veel was. Nu is het een schijntje. Ik heb er even wat cijfers bijgepakt. Enzo Knol nu tegenwoordig, een van de grootste Nederlandse YouTubers, 2,8 miljoen abonnees. Het totaal aantal filmpjes dat Joost Klein destijds aan kijkers trok, 4,7 miljoen keer werden ze bekeken op dat moment. Nu alleen het populairste filmpje, de populairste video van Enzo Knol is al meer dan 10 miljoen keer bekeken. Dus dat scheelt, in die zin geeft ook aan hoe groot YouTube is geworden. Ik denk wel dat als hij was doorgegaan, Joost, dan had hij ook dit soort aantallen kunnen bereiken, denk ik. Ja, had hij ook geld mee kunnen verdienen? Ja, want dat doen ze tegenwoordig. Maar daar was hij niet zo in geïnteresseerd, heb ik begrepen. Nee, klopt. Want geldschieters die willen ook altijd dat je een beetje in hun keurslijf gaat, je gaat bewegen. En dat is niet zijn ding. Dat is niet zijn ding. Dat zei hij toen al. Even zien. Ongeacht wat commerciële partijen willen zien, dat kilt zijn creativiteit, vertelde hij destijds. Ik las nog een ander stuk van 4 jaar later, is dat 2019... over het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden waar hij heeft gezeten en vooral de Romereis. Zou je dat verhaal eens kunnen vertellen? Ja, goed. Romereis, inderdaad. Het hoogtepunt voor iedere middelbare scholier. Hè, de uitwisseling en de reis naar het buitenland. Hij had daarvoor gespaard. Hij was volgens mij in die periode net moest hij afstromen van gymnasium naar HAVO. Maar goed, hij had jarenlang voor die reis gespaard. Hij zegt, volgens mij in dat verhaal ook, dat hij daar de erfenis van zijn ouders voor heeft aangesproken. Dus hij wilde mee en hij mocht mee. Maar goed, het ging mis in Rome. Er was wat gedoe met docenten. Er werd drank gevonden op de kamer waar onder meer Joost bivakkeerde. En hij moest terug. Maar het was niet alleen dat. Ze gaven ook als reden op dat hij de verkeerde tone of voice had in de vlogs over de Rome-reis. Ja, goed. Ja, ik heb die video's dus niet meer voor de geest. Nee. Maar hij had inderdaad... Ja, goed. Hij postte daar ook video's in Rome van zijn reis. En blijkbaar was hij daar te open, te negatief. Ik weet het niet wat hij was. Maar dat werd niet gepruimd door de docenten. En ik denk dat Joost sowieso altijd wel een beetje... zo'n vrije geest. Een beetje moeite met gezag. Dat daar misging. Ja. En dat heeft toch wel... een enorm trauma opgeleverd eigenlijk, Jacob. Ik denk niet dat dat zijn enige trauma is, of zelfs het grootste trauma, hoor, wat dat betreft. Maar hij heeft het is wel een ding geweest bij hem, inderdaad. Ja. Ik zie wel dat hier gewoon twee werelden op elkaar botsen. Hè. De YouTube-wereld, van wat ik net zei, zonder filter, authentiek. Ja. Versus zeg maar, de oude wereld, die zeker bij docenten op het gymnasium, zeker in het oude Rome, toch wel naar de oppervlakte treedt. Ja. Oké, genoeg over de YouTuber Joost Klein? Nou, dat kan. Ik had heel graag willen zien wat hij had gedaan als hij nog steeds YouTuber was geweest, moet ik eerlijk bekennen. Hoe al die grote jongens, Enzo Knol, Dylan Hagens, had hij daarin meegekund? Ik denk het wel. Ik denk het ook. Nou ja, dan gaan we het hebben over de schrijver Joost Klein. Want wat hebben we hier liggen? Ik had het even gepakt. Ja. We hebben hier een boekje, heet Driepakt. En 3 jonge schrijvers. Marije Woudstra, Karin Amat Boukrim. Die is ook columnist in de NRC tegenwoordig. En onze Joost Klein. Ja, uit 2019 is dat. En dat is ter ere van de Jeugdboekenweek of de Jongerenboekenweek was dat. Zoiets, ja. Schreef hij voor. Ja. En het andere boekje? Dat heet Albino. En er staat een DVD-logo voorop. Ja. Maar kijk je achterop... Ja, nou, dat geen dvd's, sorry. Nou, typisch Jossiaanse grap. Het boek komt, geloof ik, uit 2018. Ja, wacht even. Je kan er van alles over gaan vertellen. Ik dacht dat het de bedoeling was. Nou, we gaan er zo op door. Maar ik ben ook langs gegaan bij Koen Schouwenburg. En dat is niet alleen een schrijver en docent aan de schrijversvakschool. Maar hij is ook literatuurrecensent voor onder andere het Dagblad van het Noorden, Filosofie Magazine en de Groene Amsterdammer. Ik kende Joost Klein helemaal niet als schrijver. Ik had alleen een muzikant. Toen vroeg maar hij is ook schrijver, wil je er wat over zeggen? Nou, dan ga ik het lezen. En hij heeft dus een dichtbundel en een kort verhaal. Dat is het oeuvre tot nu toe. Ja, die bundel, er is veel wit, dus ik heb het gelezen als een dichtbundel. En dit is dan bijvoorbeeld een gedicht, ik noem het maar een gedicht, dat heet Starbucks. En dat gaat dan zo. In het buitenland ga ik altijd naar de Starbucks. Veel te duur, hoor ik je al denken. Ze hebben daar niet eens echte koffie. Nee, dat weet ik. Vind het gewoon fijn. Kan toch? Ja, dat is een beetje nietszeggende tekst, nietszeggend verhaal. Je zou het wel kunnen plaatsen in een bepaalde traditie van de verstaanbare poëzie. Bart Chabot dicht ook zo. Daar ben ik zelf ook niet heel dol op, maar er zijn heel veel mensen die dat heel erg waarderen. En voor die kleine, korte verhaaltjes. Maar dit is een beetje een onzinnig, nietszeggend stukje. Er staan dus ook leuke grapjes in. Eentje heet Happy B-Day. Deze vond ik zelf heel leuk. Happy B-Day. Was ik maar elke dag jarig, dan was ik nu dood. En dat is ook... En eigenlijk is hij daar, vind ik hem dus op zijn sterkst... als hij dus humor combineert met kwetsbaarheid. Want dit geeft dus ook eigenlijk een soort treurnis aan. Want hij dealt wel met grote gevoelens, grote emoties, eenzaamheid. Hij vindt het leven niet altijd tof... doet wel alsof hij het altijd tof vindt, volgens mij. Dat vindt hij volgens mij ook ingewikkeld. En dan krijg je bijvoorbeeld ook, en dit zijn mooie regels. Ik ben verliefd op het gevoel van isolatie in de openheid. Kijk, dat is vanuit het hart. Dat is een mooi gedicht. Ja, en dan denk ik, dit is dan wel interessant. Ik kan me voorstellen dat het interessant is voor mensen. Dit is niet zomaar een doorsnee... jongetje uit Friesland. Maar nee, deze jongen heeft echt wat meegemaakt en staat ergens voor en steekt het ook niet onder stoelen of banken. En Joost Klein heeft ook een verhaal geschreven over... dit is een verhaal waarin hij met 2 vrienden in Berlijn is. En dan een stapavond, want dat beschrijft hij. Maar ze beleven natuurlijk allemaal avonturen. Het is natuurlijk ook een beetje ja, het is volgens mij begin 20. Ja, dan doe je allemaal gekke shit natuurlijk. Dat hebben we allemaal gedaan. Dus veel drinken met vrouwen. Maar door die avond kom je ook te weten dat ja, Joost voelt zich toch ook niet zo heel erg senang in die club. En dan kom ik weer op die zin van die bundel, dat hij zich geïsoleerd voelt in de openheid. Dus in die menigte voelt hij zich heel eenzaam. En dat is echt zo'n terugkerend thema. En dan heeft hij ook heftige emoties. En dat is dit is een contrast, want hij is enerzijds dus heel uitbundig. En hij gaat volgens mij ook met een meisje, heeft hij seks in de club. En anderzijds is hij dan heel emotioneel in die club over zijn gevoelens. En dan, dat hij hele heftige emoties heeft en dat hij heel kwetsbaar is. Dus dat bestaat allemaal naast elkaar. Dus in een kort verhaal krijg je volgens mij wel een soort totaalbeeld ook van wie Joost Klein is. Dus dan schrijft hij op een gegeven moment: ik had pas 4 drankjes op, maar ik gedroeg me als een labieltje. Louis had gelijk, ik snapte niks van mezelf. Waar zat ik met mijn hoofd? Ik ben hier in Berlijn. Ik hoor de beste tijd van mijn leven te hebben, maar meneer voelt zich weer eenzaam en verdrietig. Joost had weer eens zijn emoties niet onder controle. En dan is hij dus weer heel kwetsbaar. En dat maakt het wel een enerverend verhaal. Ja, zijn stijl, ja, die is wat robuust, die is wat ruw. Dat, misschien hoort dat ook wel bij zijn persoonlijkheid, hoort het ook wel bij zijn stijl. Bij zijn stijl als artiest, denk ik. Hè. Maar ik ben daar op zich niet op tegen. Want dat zorgt ook voor een bepaald ritme. En dat ritme heeft hij wel. En dat is wel pakkend. Dus het is absoluut niet klassiek. En ik denk helemaal dat het voor jongeren, dat het jongeren heel erg... Dat hij bij jongeren het heel goed doet, ook als schrijver. En dat moet ik heel eerlijk zeggen, dat waardeer ik eigenlijk altijd in artiesten, kunstenaars, schrijvers. Dat als ze onverbloemd hun eigen leven met al het ongemak wat ze met zich meebrengen, wat ze met zich meedragen, dat ze daarover vertellen. En niet het een beetje verdoezelen, want schaam me voor. Nee, bam, vol erop. En ergens schrijft hij, dat vond ik ook wel een leuke zin, dat hij als echte millennial zijn eigen schaamte kapitaliseert. Dus hij weet heel goed wat hij doet. Ja. Dus, zeg maar, dus ik denk ook, dat ik nu hoor ik mezelf af en toe kritiek hebben op hem. En dan, ervan uitgaan natuurlijk dat hij dit luistert, hoor ik hem ook al denken, heb ik allemaal rekening mee gehouden. Weet ik. Doe het ook niet voor jou met je hoge literaire pet op. Daar heb ik allemaal rekening mee gehouden. Het is een hele slimme jongen. Ongetwijfeld. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook langzaam gaan draaien. In het begin dacht ik echt, wat lees ik nu zeg? En ja, nu ik alles een beetje bij heb gepakt en dat levensverhaal en het een beetje heb overdacht, dacht ik, ja, het is echt niet onaardig. Ik ben een beetje bijgedraaid eigenlijk. In de 2 dagen dat ik met Joost Klein heb vertoefd. Dat vond ik wel leuk om te merken. Ja, dus de eerste bladzijden die je las, dacht ik, nou, wat is dit? En ja, toen ik klaar was en een beetje ging overdenken, dacht ik, ja, nou, doe maar dan. Recensent Koen Schouwenburg, is dit herkenbaar? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij toch ja, in zijn analyse toch dichter bij Joost Klein is gekomen en dat ook wel goed heeft samengevat. Want inderdaad, Joost die zit echt zichzelf, zeker in dit boekje dan. Albino? Ja, trouwens in dat verhaal ook. Echt zichzelf etaleren is niet het goede woord, maar het gaat echt wel over hemzelf. En, nou, even een gedichtje. Mag ik eentje voorlezen? Ja, zeker. Is kort. Mijn moeder. Vanmorgen vloog ze nog. Ze liet alleen de hond uit. En wat was ze mooi. Ik heb het haar nooit gezegd. Als je dus weet dat zijn moeder dus is vroeg overleden toen hij 12 of 14 was, ja, dan is dat natuurlijk enorm ontroerend en heftig. Als je het niet weet, dan... denk je van, ja, bewaar het dan voor moederdag, weet je wel. Ja, ik wil nog één ding laten horen wat Koen Schouwenburg vertelde. Let op. Ik voel aan de teksten de drang om zijn verhaal te vertellen. En dat doet hij al deels op papier en deels via de muziek. Maar hij gaat het denk ik ook nog doen in een autobiografische roman. Dat zie ik, dat gaat misschien als alle poelhaven van het Songfestival voorbij is en hij is een beetje weer tot rust, dan zal me niks verbazen als er over een jaar of 3, 4 bij een grote uitgeverij in een hele hoge oplage een autobiografische roman over de jeugd van Joost Klein in de schappen ligt. Zou jullie dat ook niet verbazen? Ik zou het meteen gaan lezen. Ja? Dat zou me inderdaad ook niet verbazen. Nee, ik vind het wel een slimme opmerking van Koen. Op zich wel. Je moet daar alleen natuurlijk wel heel veel geduld voor hebben. En het is, ik weet niet of je dat kan opbrengen. Nee. Dat hij te gauw weer is afgeleid en iets anders weer gaat doen. Ja, op een podium staan bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. We hebben nog tijd voor een klein toetje. Joost Klein, de netwerker. Er hangen een hele hoop vrienden om hem heen met wie hij samenwerkt en rondhangt. En op 4 daarvan wil ik nog even iets dieper ingaan. Dit is de eerste. Als jij zeg maar heel goed marketing moet zijn, moet jij... Kijk, jij bent al Eenhoorn Joost. Ik denk gewoon wat jij moet doen. Jij moet je eigen Mario creëren. Dat is rapper Donny, alias Mara Donny. Ja. Nou, dit is een rapper die je eigen Mario creëren. Dat is nou precies wat Joost aan het doen is. Zijn eigen persona, zeg maar. En wat Donny ook wel kan. Ik ben niet ontzettend goed thuis in het oeuvre van Donny. Hij is wel de uitvinding van de kibbeling sound. Ja. Een variant van de oude paling sound. Waarin je dus de hiphop combineert met het levenslied. Dat is eigenlijk ook wel een soort typisch Nederlandse vorm van een ooit globaal... of nou, zelfs in enkele zin zwart-Amerikaans... de Bronx genre. Dus in die zin kun je hem wel... die lijn met Joost is er absoluut. Wie is de volgende? Dat is Appie. Appie. Laatje, vertel wat meer over jezelf. Ik ben Janieke en ik heb mijn eigen nagelstudio. Boeit helemaal niemand. Draai maar een rondje. Kleine billen, kleine billen. Ik haat kleine billen. Volgende. Appie is een bekende TikToker. Ja, het is een soort, ik vind het heel mooi aan dat hele Joost gebeuren. Het Songfestival, zeg maar, die wereld, die cultuur... wat toch van een nieuwere generatie is... dat die nou zeg maar op bovengronds komt... en mainstream wordt. Dus natuurlijk bij die generatie was het al lang mainstream... maar nu is het gewoon... nu kent iedereen die mensen... Wij zitten er nu over te praten. Ja, zelfs wij... als 40, 50 plus, waar ben jij ook alweer, Wieberen? Ja, 40 plus. 40 ja, plus. Toch alweer. Moet ik nou onthullen hoe oud ik ben? Misschien moeten we dat tot de volgende aflevering bewaren. Laten we gaan naar Teun de Kruif. In 2009 begon ik beats te uploaden op het internet. Die worden gecheckt over de hele wereld. Het gaat van Canada tot Israël tot fucking Peru, Cayman-eilanden. En ik denk dat ik letterlijk meer dan 100 landen van de wereld nu wel heb gehad... qua mensen die beats hebben gekocht, zeker. Wie is dit? Dat is Teun de Tanto Beats, Teun de Kruif. Dat is dus de beat, de muziek, de producer van Joost... die volgens mij de meeste muziek maakt, of daar de hand in heeft. Die woont in Berlijn. Komt uit Utrecht. Maar hij is inderdaad, nou, wat hij zelf ook al zegt... dat is ook weer zo'n voorbeeld van die netwerkgeneratie. Kijk, vroeger, dan maakte je een plaat... en dan kwam die een half jaar later een keer uit in Amerika, if ever. Ja. Maar nu is het zo, hij maakt beats... die biedt via internet te koop aan... en die kun je dan gebruiken en dan betaal je daarvoor. En dat kan heel ver gaan, zoals bij hem. En zo zijn hij en Joost ook met elkaar in contact gekomen. Dus ook weer via dat hele netwerk. Ja. En dat 20 jaar geleden gebeurde dat gewoon niet. Nee, dat zag je ook heel erg in de YouTube-tijd al. Hè? Ja. De YouTubers die kwamen op een gegeven moment ook allemaal samen bij evenementen in het land. Ja. Zo ontmoeten ze elkaar. En zo kwamen ze ook heel vaak te gast in elkaars vlogs. Precies. En de laatste, dat is Govermeid. Ja, vanaf september begon het echt serieus te worden. Is er geen dag meer geweest dat we het er niet over hebben gehad. En meestal is het echt urenlang sparren. Los van nog het repeteren en het trainen en het bedenken. Praat die man nou echt zo? Ja, dat vroeg ik me dus ook al. Want ik ben niet zo enorm goed thuis in zijn oeuvre. Maar ik heb dat stukje ook gezien. Dat was in zo'n talkshow. Sophie en Jeroen was dat. Ja. Nou, ik vond het wel intrigerend. Hij is echt, nou ja, de creatieve man, de regisseur, zeg maar. Min of meer consulent, hoe heet dat? Van de live show. En ik begreep ook dat hij ook al met die shows op Lowlands... daar ook mee de hand in had. Ja. En ik vind het wel een integreerde figuur. Ook omdat hij dus ook zichzelf persona's aanmeet. Hij was dus vrij lang Stefano Keizer. Ja. En nu is hij dan Donny Ronny. Maar als Stefano Keizers maakte die ook echt hele rare performances deed. Die, waarbij hij het publiek heel lang liet wachten. En in opperste ongemak gaf. Dat ongemak, die ontregeling. En dat is ook wel wat kunst zou moeten doen. Dus eigenlijk is het ook, ik denk dat hij ook wel weer een mooie artistieke laag aan die hele Joost geeft. Voor zover Joost dat zelf al niet deed. En dat vind ik ook wel heel mooi aan. Zouden ze dat in het buitenland begrijpen, denk je, Jacob? Dat is alweer helemaal de vraag. En daarmee zijn we er doorheen voor deze aflevering. We hebben veel geleerd over Joost specifiek, maar ook over het leven in het algemeen, moet ik zeggen. Er zijn nog heel veel dingen waar we niet aan toegekomen zijn. Willen jullie nog iets noemen? Nee, want volgende week zijn we er gewoon weer. Dan hebben we het over Joost als stijlicoon. Eindelijk gaan we ook praten over het Songfestival en de weg daarnaartoe. Hoe is het eigenlijk allemaal zo ver gekomen? Wat zijn de kansen? En is er eigenlijk sprake van concurrentie? Helemaal niet over nagedacht. Dat gaan we volgende week doen. Dankjewel Jacob Haagsma, Wieberen Elverdink, Jesse van Wieren en Koen Schouwenburg voor de heldere uitleg. Daniel Bos voor de muzikale vormgeving. Lieselotte Schuren voor de eindredactie. Matthijs Mol voor de montage. Jeroen Kelderman, Colin Mooijman en Alfred Meester voor de ideeën en adviezen. En natuurlijk Joost Klein. Voor niks. Voor het zijn van Joost Klein. Mijn naam is Willem-Peter Meeuwissen en Joost Klein doe ze... Die kan jij beter even voorlezen, Jacob. Joost Klein is een podcast van de Leeuwarder Courant. En ook best eigenlijk wel veel van het Dagblad van het Noorden. Ja. Maar toch vooral van de Leeuwarder Courant. Kan ik niet nalaten te benadrukken. Dankjewel, Jacob. En dankjewel, Wieberen. Tot de volgende. Hoi. Hoi. C'est la vie.